De Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst, BBGO, wil niet via de pers communiceren met de regering. Dit standpunt heeft haar bestuur duidelijk kenbaar gemaakt tijdens een gesprek vandaag met waarnemend president Ashwin Nadeen. Tijdens een algemene ledenvergadering van morgen hebben de leden hun ontevredenheid geuit over de houding van de regering en de werkwijze van financiënminister Gilmour Hoefdraad. De bewindsman heeft namelijk zijn besluit rond de uitbetaling van de koopkrachtversterking aan de gepensioneerden aan Star News meegedeeld, terwijl de bond officieel nog niet op de hoogte van dit besluit was. Bouden benadrukt dat dit niet de manier is waarop de regering moet omgaan met een gerespecteerde organisatie. Daarom hebben de senioren burgers besloten na de ALV in een stoet naar het regeringsgebouw te lopen. Wie zegt ons dat wat daar staat ook zo is? Ja, toch? Want wanneer er geen uitvoering wordt gegeven aan datgene wat daar staat, kan de minister altijd zeggen van kijk, het zijn mensen van de pers en je weet, hun interpretatie hebben ze daar gezet. Maar ik heb dat niet zo gezegd. Ik heb iets heel anders gezegd. Begrijp je niet? Daar hebben wij dan geen poot om op te staan. Dus een minister dient ons schriftelijk op de hoogte te stellen van besluiten die hij heeft genomen aan de hand van bepaalde zaken. Waardoor wij dan ook schriftelijk naar hem toe kunnen reageren als we daarmee eens zijn of niet. Dus dat zijn de punten die wij dus vanmorgen hebben besproken met de heer Adil. En we hebben dus natuurlijk ook aangegeven dat wij dus zo spoedig mogelijk een gesprek willen hebben met hem met betrekking tot de gezondheidszorg van de gepensioneerden en natuurlijk ook de algemene economische situatie. Maar heel belangrijk is ook dat stukje veiligheid van de gepensioneerde ambtenaar. Het interpretatieverschil over het staatsbesluit welvaart vaste pensioen is volgens Wouden ook besproken met de waarnemend president. Ze merkt op dat er nog steeds geen duidelijkheid is over de uitbetaling van deze toelage. Dus we hebben aan de waarnemend president doorgegeven van kijk, dit kan zo niet verder gaan. We zijn al 2 jaar bezig met de minister van Financiën. En we zijn iedere keer weer op zijn stoep gaan staan om te vragen om in aanmerking te komen voor die koopkrachtversterking. Hij heeft het steeds wel toegekend, ja dan, maar het is van ons energie en tijd, terwijl dat ding daar staat. Want als iets staat, daar staat en het is getekend, dan dien je dat automatisch uit te voeren. Dus de president heeft aangegeven dat hij dat gesprek zal aangaan met de directeur van pensioenfonds en met de minister om dus uit dat probleem van de interpretatie te gaan, waardoor er maar 1 interpretatie mogelijk kan zijn voor wat betreft dus het uitbetalen van toelagen. Want de koopkrachtversterking is een vorm van een toelage. BBGO-voorzitter Renate Wouden. Het bericht van minister Hoefdraad over de uitbetaling van de koopkrachtversterking aan de gepensioneerden uit overheidsdienst heeft de BBGO geïrriteerd. De bond heeft daarom in een gesprek met waarnemend president Ashwin Nadeen duidelijk gemaakt dat zij niet via de pers wil communiceren met de regering.